Maar mensen, als jullie dit zien en jullie komen bij mama over de vloer, zo moeten jullie dus ermee omgaan en dan niet gelijk aandacht geven. Nee, gewoon doorlopen en lekker negeren. Juist. Negeren. Wat zegt u op trouwens? Lekker geurtje. Dankjewel, dat is een van die ik gisteren heb gekocht. Hi schat. Hoe gaat ie? Nou ja, wat hoofdpijn na wat bezig is te zakken. Ik hoop dat het verder zakt. Gaat het goed. Het is wel lekker weer, dus... Ja, daarom. Ja, dus ja, lieve vrienden. Auw! Zo dan! En ze ging praten. Ja, maar ze deed mijn pijn. Ja. Maar mensen, als jullie dit zien en jullie komen bij mama over de vloer, zo moeten jullie dus... ermee omgaan en dan niet gelijk aandacht geven. Nee, gewoon doorlopen en lekker negeren. Juist. Negeren. Wat zegt u op trouwens? Lekker geurtje. Dankjewel, dat is een van die ik gisteren heb gekocht bij Big Bazaar. Ik zal hem even omdraaien. Dat was een raar begin, maar het maakt niet uit. Wel een gezellige toestand hier. Ja. Natuurlijk, ja, welkom bij een gloednieuwe vlog van Coriena en de Beestenboel. En we leven vandaag wel op zondag 27/02/2022. En we leven alweer om 15:21. En zoals jullie al hoorden, ja, ik heb wat hoofdpijn, maar een rotnacht gehad. Kan gebeuren. En ik ben nou eenmaal een migrainepatiënt. En ik ben nou eenmaal, ik heb nou eenmaal, hoe heet dat nou? Chronische hoofdpijn. Hè, kon er even niet op komen. Dus ja, geniet van de dag, want het is prachtig mooi weer. Het zonnetje schijnt, de hemel is blauw. Dus ja, wat wil je nou? Geniet er gewoon. Ik zou zeggen, geniet ook met ons lekker mee. En zoals jullie zien, zijn we weer even op de dijk aan beland. Daar komt Karin aan gelopen. Die is ook aan het vloggen. Sorry. Ik ga even hier staan. Beste vrienden, ik ben weer thuis en het is toch rotje koud. U wil het niet weten. Ik had handschoenen aan, maar mijn vingers doen gewoon pijn. Ik ben met koffie bezig, de waterkoker horen jullie. We hebben boodschapjes gedaan. Ik ben wel wat vergeten, maar ik had niet veel nodig. En ik heb croissantjes gekregen voor Karin, dus helemaal lief, helemaal lief. Dus dat gaan we zo meteen even opruimen. En dat wil dus niet over, hè? Al is het nog zo. Ook heb ik batterijen, maar daar kom ik zo meteen weer op terug. Dat is voor die vingerhoedje. En daar kom ik straks gewoon op terug. Ja, ik ga het nou eerst eventjes opruimen, dan kom ik zo bij die batterijen ook terecht. En dan laat ik jullie dat even weer zien. Ja, dus ik zeg het tot straks maar.